We zijn wel een beetje verdrietig vandaag, want het ging natuurlijk al niet goed met Mimo. En toen ging het weer iets beter, maar nu echt, ze wil niet meer eten. Ze wil niet meer drinken, even al mini beetjes. Goedemorgen, het is zondag en ik heb er steeds meer moeite mee, maar ik ben wakker en uit bed. Ik ga zo denk ik even haar verven, in ieder geval de spoeling. Die heb ik al even liggen en ik moet dat echt doen, want mijn haar ziet er gewoon niet uit. Maar elke keer denk ik, morgen ga ik het echt doen en dan is het morgen en dan denk ik, oh, ik heb er echt geen zin in. Maar ja, het moet echt even. Helemaal trots op mezelf. Ik ga mijn haar nu echt doen. En het ligt echt al zo lang. Ik heb deze van Poly Palette. En dit is de kleur Pure Chocolate. Dus deze. En ik heb de spoeling gehaald. Het was nog lastig in de winkel. Meestal is echt te verf en ik wilde een spoeling. Omdat het beter is voor je haar. Oh, het zit zo weer bizar. Dichtgeplakt. Ze zijn zo bang dat je iets steelt. Dan ga ik dit open krijgen. Dat is nog een dingetje. Er zitten echt 30 lagen plakband omheen. Echt. Helemaal vastgeplakt. Ja. Nou, ik heb hem open. Ik heb wel twee pakjes, want ik heb altijd best wel lang haar. En met één kom ik niet uit. Twee is eigenlijk weer net te veel. Maar ja, je moet wel als één te weinig is. Wat ik altijd deed en dus nu ook ga doen. Ik heb het echt lang niet meer zelf geverfd. Is deze alvast openmaken en dan in de douche zetten. Want ik weet nog in het begin dat ik ooit mijn haar zelf ging verven. Dat ik dat niet deed. En sta je in de douche met natte handen en dan krijg je hem niet open. Dus ik zet hem altijd zo vast klaar. En als hij dan aan de beurt is, dan kan je hem uitknijpen en gewoon in één keer er doorheen. En nu tijd om te schudden. Zo leuk te voelen je je armen, lieve. Maar ze zijn klaar, dus ik ga hem even klaarmaken en dan ga ik beginnen. Erin. Dit moet ik heel even iets langer laten intrekken. Dus ik ga even mijn wasje aanzetten en dan ga ik zo de rest van mijn haar doen. En weer mijn handschoenen aan en deel 2. Als je het zelf doet, wat verf hier en daar op je gezicht. En een beetje parfum op een watje. En je wrijft dat zo van je gezicht weer af. En dan heb je dus niet van die vlekken. Ik vind dat zo lelijk als je vlekken hebt.
Dus dit werkt altijd best wel goed. Ik weet niet, ik heb ooit dat trucje ergens geleerd, maar ik weet niet waar. En wat ik zelf altijd doe, als ik dan een luchtje krijg, wat ik verder niet heel lekker vind, dan doe ik hem niet weg. Dan bewaar ik hem dus als ik mijn haar verf. Dat deed ik vroeger altijd. En deze heb ik toevallig nog staan. Het grappige is, deze gebruik ik echt al heel lang daarvoor. En het luchtje hoeft natuurlijk niet lekker te blijven of wat dan ook, want je doucht het er zo toch af. Maar dit luchtje associeer ik er nu ook echt mee. Dat, omdat ik dat al zo verschrikkelijk lang doe. En kijk, die vlekken, die zijn nu gewoon van mijn gezicht af. Ik moet het daar met daglicht nog wel even nalopen, maar in dit licht, alles wat ik zie, is weg. Dus dat scheelt sowieso al. En ja, heel makkelijk dus zo. En mijn haar is klaar. Ik ben echt wel heel blij dat ik het gedaan heb uiteindelijk. Het is hier nog een beetje vochtig, dus je ziet wel een klein beetje verschil. Ik krijg het nooit zo mooi als bij de kapper. Maar goed, ik ben wel heel blij. Het is niet meer die enorme vervelende uitgroei. Dus ja, happy. En ik ben gelijk aangekleed. Ik heb even wat makkelijks aangedaan. Dus shirtje van Vogue, broekje Leefse en ik weet nog niet welke schoenen. We gaan zo even een hele korte snelle boodschap doen. En dan wil ik eigenlijk nog een verfproject gaan doen. Maar moet even kijken hoe ik uitkom qua tijd. Of ik dat helemaal ga doen. Gedeeltelijk. Of dat ik het toch weer skip. Het wordt wel een talent van mij dingen skippen momenteel. Maar goed. Dat zie ik zo. En ik ga trouwens deze oude sandaaltjes van Edit aandoen. We zijn wel een beetje verdrietig vandaag. Want het ging natuurlijk al niet goed met Mimo. En toen ging het weer iets beter. Maar nu echt. Ze wil niet meer eten. Ze wil niet meer drinken. In ieder geval mini beetjes. Ze hangt een beetje zo, ze ligt. We hebben niet het gevoel dat ze pijn heeft. Dus we kijken het even aan. Misschien is het gewoon een momentje en gaat ze daar wel weer eten. Dus kijk ook nog helder uit de oogjes, maar moppie. Nou, we zijn thuis van boodschappen doen en ik heb de dierenarts gebeld, want het is echt zielig. Dus daar gaan we zo heen. En ik heb ze ook al voorbereid. Het kan dat de dierenarts wel met iets komt en dat goed is. Ik zeg maar, ga er maar niet van uit. Dat doe ik ook niet. En dan kan het alleen maar meevallen, maar we gaan er gewoon niet meer vanuit. Dus Marco is onderweg, want die was aan het werk. Die is hier elk moment en dan zijn we precies mooi op tijd daarna. Jij mag maar even naar de wc voor gaan. Oké, we maken even een hele sprong in de tijd, want het is al 8:30 ondertussen. We zijn inderdaad naar de dierenarts gegaan en er was niet heel veel meer te doen. We hadden er even kunnen oplappen om misschien het een paar dagen uit te rekken, maar ja, beter was ze zich niet gaan voelen. En dat vind ik een egoïstische keuze, want dat doe je voor jezelf en niet voor een diertje. En ik vind dat zo'n keuze altijd om het welzijn van je dier moet gaan en niet om jezelf. Dus we hebben erin laten slapen en dat was heel verdrietig. En daar voel ik me ook echt heel verdrietig om. En toen zijn we even een ijsje gaan eten. Ook vooral voor Sarah. Zowel bij de dierenarts heeft ze een pootaftrekje gemaakt. En dat is nu hard. En had ze een plukje haar. Ik had een foto vanochtend gemaakt. Want ik had wel al een voorgevoel dat het kon gaan gebeuren. En vorige keer toen we dat dachten had ik ook al een foto gemaakt. Maar ja, toen was het dus niet zo. En nu dus wel. Dus die heb ik gelijk bij de kruidvat af laten drukken. Toen heb ik een lijstje gelijk gekocht. Dus dat voor Sarah. Die heeft nu een soort altaarstukje in de kamer staan. Die is heel verdrietig. Ook heel boos. Want ja, papa en mama hebben gekozen om iemand dood te laten gaan. En ja, wat je er ook uitlegt. Dat haar gevoel wil dat gewoon niet horen. Dus dat hoort er ook bij de verwerking. Maar dat was allemaal niet heel makkelijk. Dus vandaar dat ik de camera even een heleboel uur gewoon in de kast heb gegooid. En gewoon lekker met haar bezig ben geweest. En haar heel veel heb getroost. En weer heel veel heb zitten praten. En noem maar op. Marco is trouwens naar de dierenarts. En na het ijs is hij weer gaan werken. Nou, dat wordt nu natuurlijk laat. Omdat hij ook even tijd miste daarin.
Die is natuurlijk ook 3 uur weg geweest tussendoor van zijn werk daardoor. Maar ja, dat kon niet blijven liggen. Dus nu even thee zetten en even rustig en ja, een rare dag vandaag zo. Goedemorgen, ik heb gisteren de vlog niet meer afgesloten. Ik ben zo bezig geweest met Sarah elke keer weer naar boven en ze was zo verdrietig. En dat ging echt tot heel laat door. Dus ik vond vloggen even niet mijn prioriteit. En daarna ben ik dus gaan slapen. Dus ik wil nu de vlog nog even afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot morgen.